Welkom bij de Witlof ademmethode. De methode waarbij we de Wim Hof ademtechniek gebruiken, combineren met de kracht van liefdevolle intenties en gebruik maken van de oneindige bron van levensenergie die overal in en om ons heen is. Dit alles begeleid door de muziek waaraan ik jaren heb gewerkt. Met liefde. With love. Dr. Emoto toonde in zijn water- en rijstexperiment al aan dat de menselijke intentie een ontzettend krachtige tool is. Het potje met water en rijst dat dagelijks een hatelijke intentie kreeg, schimmelde vele malen sneller dan het potje met water en rijst dat een liefdevolle intentie kreeg. Aangezien wij mensen, maar ook de aarde voor het grootste gedeelte uit water bestaan, is onze menselijke intentie een ontzettend krachtig middel die we bewust in kunnen zetten. Negatief, maar ook positief. Voor bijvoorbeeld vrede en heling in onszelf en vrede en heling in de wereld. En als we dat combineren met de kracht van muziek, kracht van de adem en de oneindige bron van levensenergie die in en om ons heen is, hebben we wat mij betreft de perfecte combinatie. En zo is de With Love ademmethode geboren. Qua ademtechniek lijkt de With Love methode op de Wim Hof ademtechniek. Het verschil is dat we ons niet concentreren op de lichamelijke sensaties, maar bewust gebruik maken van de kracht van onze liefdevolle intentie en de oneindige bron van energie. Tesla noemde dit de ether. Oudere culturen noemden het de chi of de prana, orgone of levensenergie. Je kunt het gewoon zien als dé universele energie. Dat alles doordringt en de bron is van al het leven. Als we die energie bewust inademen, met een liefdevolle intentie, door al onze cellen laten stromen en met liefde weer uitademen, dan doen we eigenlijk hetzelfde als Dr. Emoto deed met het rijstexperiment, alleen dan toegepast op onszelf en op de wereld. De muziek horende bij de With Love Breathing heb ik jaren aan gewerkt. Ik wilde een compositie maken die liefdevol is, triggert, groeit en op de lange termijn niet saai wordt. Het ritme is gelijk aan het ritme van de adem en de instrumenten zijn afgestemd in 432 Hz, zodat de muziek het fundament is van het With Love proces en je alleen nog maar hoeft mee te surfen op de golven van de muziek. Voorafgaand nog even voor de zekerheid. Doe deze oefening niet in het water of als je aan het rijden bent. Wees behoedzaam als je zwanger bent of een vorm van epilepsie hebt. Doe het bewust en luister goed naar je eigen lijf. Hoe werkt de techniek? We gaan eerst onze liefde activeren. Sluit je ogen. Ga met je bewustzijn naar je hartregio. Wellicht voel je je hart kloppen. Observeer dit gebied. Wat doet het? Klopt het snel? Klopt het langzaam? Is het regelmatig of onregelmatig? Alles is voor nu oké. Het is zoals het is. Adem nu een keer heel diep in door je neus. En zucht lekker uit. Met geluid. Alles van je afglijden. Alle emoties van de dag, van het jaar, van je leven, van je vorige levens. Laat ze van je afglijden. En omdat het zo lekker voelt, doen we het gewoon nog een keer. Ga nu weer met je aandacht naar je hart. Hoe voelt het nu aan? Kom je al een beetje thuis? Thuis in je hart? Stel je nu voor een prachtige warme zomerdag waarin je met je blote voet in het gras staat, je de vogeltjes hoort fluiten en je de heerlijke warme zon op je huid voelt. Het maakt je warm van buiten, maar ook van binnen. Je wenst eigenlijk voor eeuwig in dit moment te blijven. En als je weer diep inademt, komt er een lach op je gezicht. Je bent gelukkig. Dit moment heb je altijd bij je. Ik kan niet.
niemand je afnemen. Dit is jouw gevoel. Jouw liefde. With love. Dan gaan we nu beginnen met de ademmethode. Focus je weer op de liefde in je hart. De warmte in je hart. En ontstaat een lach op je gezicht. We oogsten de levensenergie door diep in te ademen. Door je neus of door je mond. Als een golf. Vanuit je tenen, via je buik, je borst, naar je hoofd. Jij zet de ingeademde levensenergie om in liefdesenergie. En laat deze door elke cel in je lichaam stromen. En je geeft het vervolgens met liefde af aan de ruimte waarin je je bevindt. Dit doe je op het ritme van de muziek. 32 keer, tot de muziek verandert. En na deze 32 diepe ademteugen is de ruimte gevuld met de liefdesenergie die jij hebt opgewekt. Dan komt het stuk waarin we niet ademen, de retentieperiode. Afhankelijk van de gekozen versie duurt deze tussen de 60 en de 120 seconden. Tijdens deze adempauze kun je je visualiseren dat je heerlijk in het zelfgemaakte bad van liefdesenergie dobbert. Je voelt je licht, gedragen en ervaart de sensaties in je lichaam die jij hebt opgewekt met je eigen adem en jouw liefdesintentie. Als je niet tot het einde kunt wachten, dan adem je even normaal door tot het volgende signaal komt. Het signaal waarbij we in één keer heel diep inademen en alle liefdesenergie uit de ruimte inademen en vasthouden. We spannen alles aan in ons lijf, net als bij de Wim Hof methode. En als we uitademen, schieten we de liefdesenergie de wereld in. Heerlijk. Dit doen we 3 of 4 rondes, afhankelijk van de gekozen versie. Alles vanuit liefde. With love. We gaan beginnen. Welkom bij de With Love ademmethode. De methode waarbij we de Wim Hof ademtechniek gebruiken, combineren met de kracht van liefdevolle intenties en gebruik maken van de oneindige bron van levensenergie die overal in en om ons heen is. Dit alles begeleid door de muziek waaraan ik jaren heb gewerkt. Met liefde. With love. Zorg dat je comfortabel zit of ligt. We beginnen met 32 diepe ademteugen, waarin we de levensenergie oogsten. Als een golf vanuit je tenen via je buik naar je borst naar je hoofd. Diep in, door je neus of door je mond, wat voor jou het prettigst voelt. We zetten het om in liefdesenergie en laten de liefde door elke cel in ons lijf stromen. En bij het uitademen geven we de liefde af aan de ruimte en vullen we de ruimte als een bad met liefdesenergie. Here we go. In. Uit. In. Uit. In. Uit. In. Uit. En oogst bij het inademen de levensenergie die oneindig om ons heen is. En zet deze energie om in liefde. En laat de liefde door elke cel in je lijf stromen. En geef bij het uitademen.